Ja, Kim, je eerste wedstrijd in Ajax 1 levert 3 punten op en een assist. Is dat een oogst om blij mee te zijn? Ja, zeker. Daar kan je zeker blij mee zijn. Hoe ging het sowieso? Hoe kijk je terug? Terwijl er hier even naar binnen wordt gekeken. Nou ja, in de eerste helft ging het wat minder, zeg maar. Vitesse won de tweede ballen en zo, waardoor wij zeg maar niet ons eigen spel konden spelen. Maar in de tweede helft ging het wel redelijk, denk ik. En met jouzelf? Ja, ook wel redelijk. Want hoe zat je erin voor je gevoel? Je was natuurlijk belangrijk met die vrije trap op een gegeven moment. Had wat andere acties waarmee je opviel? Hoe kijk je daarop terug? In de eerste helft was het een beetje zoekende. Maar in de tweede helft was het was alles van me af. Speelde ik eigenlijk gewoon mijn spel dat ik altijd speelde. Alleen het is nu de zaak om dat 90 minuten te doen. Voor de eerste helft ben ik nog niet echt tevreden, maar over de tweede helft kan ik wel tevreden zijn. Dan ben je meteen belangrijk met die vrije trap die er dan ingaat, die de 1-0 oplevert. Moet jij voortaan maar meteen alle vrije trappen nemen? Nee, ja, er zijn afspraken. Namanya en ik staan op de lijst, dus misschien wel hoe het er voor andere wedstrijden gaat. Ja, hoe werkt dat met die afspraken eigenlijk? Want jij bent de nieuwkomer. Ben je dan meteen zo betrouwbaar om ballen op te eisen ook? Hoe gaat dat in de pickorde? Hoe werkt zoiets? Ja, ik eis ze wel op, maar we hebben onderling overleg van wat we gaan doen. Kijken wat de beste optie is. Daar hebben we gewoon contact over. Dat maakt de viergever hem goed af, volgens mij ook, hè? Ja, ik kopte hem lekker in, ja. Voor deze wedstrijd was er natuurlijk veel te doen over jou. Jij was de grote aankoop uit de zomer. De verwachtingen waren dus wel aardig hoog. Hoe ben je daarmee omgegaan? Nou, zoals ik al eerder altijd heb aangegeven. Ja, ik voel geen druk, dus ik doe gewoon mijn eigen ding. En zo probeer ik elke wedstrijd te doen. Je hoeft geen druk op jezelf te zetten en gewoon lekker gaan. Is dat makkelijk? Want ik bedoel, met zoveel aandacht en zoveel verwachtingen, ja, lijkt me dat niet zo makkelijk. Ja, maar ik ben wel iemand, ik kan het wel makkelijk van me afgooien. Hoe werk je dan naar zo'n dag als vandaag toe? Ontspannen. Ja, heel ontspannen. Jouw rol was ook veel besproken voorafgaand aan deze wedstrijd. Je speelde uiteindelijk als rechtsbuiten aan de rechterkant. Hoe zit dat? Is dat een fijne positie voor jou? Ja, ik heb een vrije rol, dus ik mag het invullen hoe ik wil in aanvallend opzicht dan. Verdedigend heb ik ook gewoon mijn taken, maar ik voel me er wel prettig bij. Ik geloof dat je zelf bij je presentatie zei dat je vooral als middenvelder was gehaald. Hoe zit dat dan precies? Ja, ik ga ervan uit dat het nog steeds zo is, maar het was eerst dat ik de spelers zou aanvoelen vanaf de rechterkant. We zullen zien wat er gaat gebeuren de komende tijd. Voorlopig maar even daarvan waarde zijn. Ja, lijkt me een goed idee. Met veel vertrouwen nu naar Griekenland? Ja, heel veel vertrouwen. Natuurlijk is het altijd lekker als je met de overwinning die kant op gaat. We zullen daar wel een tandje erbij op moeten. We weten wat we moeten doen. We gaan daar goede resultaten halen.